Welkom bij Dynamite Medic Shop, product update 112. December 2019, de allerlaatste update van het jaar 2019. Yes. Ja. We hebben hier van alles klaarstaan. Maar ik zie hier al een stukje, zou ik een beetje testje, wat is het? Ja, dan gaan we meteen beginnen. Dit is een stukje papier, René. En het mooie hiervan is, ik zal even opvangen, kijk zo. Mm-hmm. Heb je toevallig iets van een Sharpie of iets wat je kan gebruiken? Heb ik. Yes. Dan plaats ik het stukje flashpapier eventjes hier tussen de Sharpie. Ja. Zal ik jou vastgeven? Mag ik hem even neerleggen zo? Dat mag. Speel kaarten. En ik wil René vragen om ergens te stoppen waar je wat zelf bent. Ik zou eens kijken wat de spullen hier liggen. Ja? Zeg maar stop, maar jij wel, René. Stop. Zeker weten? Ja. Zou je die kaart wel onthouden? Ja, makkelijke kaart. Ja. Dat schat hoor. Kamer ook. Ja. Ik wil je vragen om te kijken of jouw kaart hier nog tussen zit of nee. Als je wil, mag je de stift ook vasthouden. Ja, dan maak je even een mooie waaier. Dan mag je kijken of je jouw kaart nog ergens hebt zitten. Het is verdwenen. Kijk, en heel veel mensen vragen zich nu af waar die kaart is. En dat ga ik jullie vertellen. Let goed op. René, wat was jouw kaart? Wat was jouw kaart? Achtervrouw. Zou je eens willen kijken? Tada. Wat de... Piep! Deze truc is... Wat? Hot. Ja, nou, dit is inderdaad hot. Het is wel super vet. Dit is echt een super mooie truc. Toen ik hem zag, dacht ik van, dit is erg ruig. Dit is een van de routines die wordt uitgelegd. En ik zal je vertellen, dit is een heel makkelijke routine. Dus iedereen kan hem doen. Degelijk gemaakt. Ja. Ik weet niet of ik te veel ga vertellen nu. Het is... Ik denk dat we best wel wat mogen vertellen. Het heeft natuurlijk niet betrekking met de truc te maken. Ja. Zeg maar, wat je krijgt is een complete speciale Sharpie gemaakt door Magiclasm, ofwel Bond Lee. Ja. Dus je weet eigenlijk al dat het gewoon een heel goed product is. Ja. Je moet het best wel laten zien eigenlijk. We verklappen niet direct iets. Dat er gewoon echt gewerkt is aan deze truc. Wat je erbij krijgt, zeg maar, alles zit mooi in een etui. Ja. Je krijgt, je ziet ook al alle elektronica oplader. Want hetgeen wat je krijgt is de speciale stift waarmee je flashmateriaal kunt laten ontbranden. Dat is eigenlijk, daar draait het eigenlijk helemaal om. Ja. En het werkt zonder dat je... Het zit niet in de stift. Ja, het zit in de stift, maar als je de toeschouwer de stift zou geven, jij bepaalt wanneer het ontsteekt. Dus het werkt met een op afstand, dat ik het zo zeggen. Dit product is met de hand gemaakt ook. Ja. Dus elke Sharpie is met de hand... Elke is verschillend ook echt, ja. Dus er zijn ook verschillende, leggen ook op de instructie uit van deze Sharpie moet je zo aansluiten, deze moet je iets naar links of naar rechts draaien. Ja. Maar het is echt mooi gemaakt. Ja. Fantastisch goed gemaakt, het is allemaal met het staal ook, ja. Het is echt een complete custom Sharpie, ja. Zoals ze dat noemen. Als je zou willen, zou je de dop ook nog kunnen verwisselen, dan zou je hem met handen kunnen geven. Ja. En hij schrijft ook nog, noodwerkelijk zelf weer. Ik dacht wel namelijk. Nee, hij schrijft niet. Maar je kan hem wel laten zien inderdaad, maar hij schrijft niet. Zo was het inderdaad. Dus dat is de Hot by Bond Lee en nog iets. Ik weet de naam niet van mijn hoofd. Zam Wong. Dat was het. Ik wist dat het je... Prijs? 109,95. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Tof ding. Ja. Ik geef je dit even terug. Nou, die kaart kunnen we wel vergeten nu, die gevouwen kaart. Mag jij het even opbergen? Ja. Jij had van het leuke papier, heb ik ook nog liggen. Ik ga het gewoon even laten zien. Ik zal niet veel vertellen. Ik heb hier een schaal. Een schaal. Roestvast staal is het helemaal. Ik heb een papier. Even komen. Ja. Lekker even in. Nou. Ik pak een lucifer. Die kun je aansteken. Even weg. Als je wil kun je dit zo hierin leggen. Dan merk je dat er een hele grote vlam komt. Sorry. Daarom hebben we de deksel. Altijd voor veiligheid. Maar stel dat je zegt ik heb een feestje. Of ik wil bijvoorbeeld taart eten. Of wat dan ook. En je hebt geen tijd om naar de bakker te gaan. Als goochelaar zijnde. Als je deze pan hebt. Geen probleem. Knip je vingers. En je hebt bijvoorbeeld een heerlijke
potvruchten, taart, ik noem het iets geks. Nou, waarom laten we dit zien? Dit is de Duivenpan Super Deluxe. Een aantal jaren niet meer in de handel geweest. Tora maakte deze vroeger, Tora Magic maakt ze niet meer. Wij hebben ze laten maken voor ons, speciaal. Tegen dezelfde prijs dat Tora ze vroeger produceerde, €115. Heb je deze complete pan. Zonder taart. Dus nogmaals, zonder taart. Taart is niet te koop, de taart... Flaart. Dat is een heel lang verhaal, maar hij staat hier in de winkel als demo-model. Hij stond er ooit. En ik had geen idee waar hij vandaan kwam. En dan bleek dat een klant had hem achtergelaten hier om, voor ons. Hij zat in één keer in een pan in een gesloten vitrine. Ik begreep helemaal niks van, maar dat is een ander verhaal. Zou je wellicht ergens kunnen kopen, maar niet bij ons. Dus je kan het natuurlijk gebruiken voor snoepjes, koekjes, spekjes. Ja. Alles wat erin past, zeg maar hierin past, zo moet je het zien. Dat is je laadruimte. Dit is een enkele pan. Dus je kan één keer produceren tijdens je voorstelling. Dus geen dubbele. Nou is het grappige. Ik zet dit even weg, want diezelfde pan, om het zo maar even te noemen, dat daar... Dus afkomstig van de bloemenwinkel. En daar kun je bijvoorbeeld allemaal doekjes in leggen, zo. Zie. Je pakt dan bijvoorbeeld zo'n deksel. De deksel zet je er bovenop. En dat is het leuke, als je de deksel afhaalt, heb je een hele pan met verse bloemen. Nou, dit is de bloemenpan. Bloemenpan kost €185. Maar, even goed om te weten. Stel je koopt die bloemenpan en je zegt, ja, maar dat is leuk, maar ik wil eigenlijk ook dat gebruiken als een duivenpan. En voor het idee, duivenpan is het ding wat ik net liet zien. Dus we noemen ze het duivenpan van origine. In deze pan zit een ring met de bloemen. Kun je het gebruiken? Dus, je kan... Als je dit eruit haalt, ga niet de werking uitleggen, kun je dit gebruiken als duivenpan. Maar je kan hem ook gebruiken als bloemenpan. Dus als je een bloemenpan koopt, zo moet je wel eigenlijk zeggen, heb je 2-in-1. Dan kun je hem zo gewoon gebruiken. Dus je hoeft het niet allebei aan te schaffen, natuurlijk mag dat wel. Dus zien we graag dat je dat allebei koopt. Maar als je een bloemenpan koopt, heb je tevens ook een duivenpan. Mooie dus, bloemen. Duivenpan, ja, schitterend waarom met de hand gemaakt. Duivenpan, €185. Bloemenpan €185, duivenpan deluxe, alles roestvast staal, €115. En de bloemen gaan ook even netjes op de grond, niet beschadigen. Zo. Nu heb ik hier nog wat moois. Oké. Ik heb hier een kokertje. Zal het even openmaken, kijk. Hoppakee. Dan kun je helemaal doorheen kijken. Ja. En als je het dan oprolt, nee, ja. Dat is heel raar. Nou, weet ik niet, dat is echt waar. Gewoon op, ja. Dan kun je van alles tevoorschijn toveren. Dus als ik zeg, ik wil een doek tevoorschijn toveren, dan ga je met je vingertjes erin. En dan kun je als het goed is langzaamaan, zie je dat? Een doekje tevoorschijn toveren. Ja? Doekje? Doek. Ja. Tada! En dit is de Galaxy Tube. Ja. Mooi gemaakt. Je kunt het ook gebruiken voor eventueel andere voorwerpen, zoals sponsballen. Ja, heel mooi ding. Ja. We hebben ze laten maken en ze zijn er al best veel weg, moet ik zeggen. We hebben nog een aantal. Een nieuwe voorraad komt denk ik maart, april volgend jaar pas. Dus als je interesse hebt, ben er snel bij. We hebben een hele duidelijke instructievideo gemaakt waarop Leon precies vertelt hoe dat kan. Met alle extra's erbij, hoe je het nog mooier, nog eerlijker kan laten zien. En het ding, dus het stevig plexiglas, kost €32,50. Dus voor de prijs hoef je het niet te laten. Ja. Tip, er zit geen doek bij. Wij gebruiken een doek van 60 centimeter. Dus als je zegt, ik wil een doek erbij bestellen die daar precies in past, is dit ideaal. Ja. Je kan natuurlijk ook meerdere doekjes aan elkaar knopen. En dan kun je een langere slingerdoekjes uithalen. Sponsballetjes, je kan er van alles uithalen. Makkelijk te vertonen? Ja. Rondom te vertonen? Nee. Dus dat, weet je meteen. Dat kan wel, maar dan weten ze wel hoe het werkt. Ja, dan zijn wij aan de achterkant. Wat doet hij? Ja. Galaxy Tube. Ja, tof dingetje. Tof dingetje. Ik heb hier nog iets. Ook wel leuk. Dat is een koker. Kun je erheen kijken zo. Pak je wit papiertje. Ik was laatst namelijk... had ik zin om wat te eten. Ik ging naar de frituur, deed ik dat erin. Toen zei ik, nou ik wil eigenlijk wel wat eten. En dan zei hij, ja, dat is €4,95. Oké, okay, dus ik papiertje erin. Even schudden. Kijk, en heb je €5. Zo. Dankjewel. Super handig, niet? Ja. Ja. En dan zei ik, oh ja, doe trouwens nog maar wel even iets van een cola of zo erbij. Oh, cola erbij.
Wat erin schrijven, nee. En zei hij, dat kan, maar dan moet je wel extra betalen. Ja, maar ik heb maar 5 euro. Maar dat is op zich geen probleem, want dan doe het even gewoon zo. En dan hier op je tientje, is goed zo. Nou, dit is de Galaxy, dit was net de Galaxy Tube. Dit is de Magic Wishing Tunnel. Ja. Eigenlijk de Dream Tunnel vroeger van Mikami. En daarmee kun je platte voorwerpen tot 2 keer verwisselen. Dus je kunt erin stoppen, je kunt verwisselen en nog een keer verwisselen. Super gemakkelijk te doen. Gemaakt van stevig, ja, karton is een soort. Is het. Dit zijn imitatiebankbiljetten. Je kan natuurlijk echte bankbiljetten gebruiken. Wij gebruiken in de winkel meestal imitatie. Heb je ook imitatiegeld bij de Frietcom gebruikt? Ja. Oh. Niet zeggen. Oké. Okay. 9,95. Inclusief instructies. Super gemakkelijk te doen. Koop je. Een leuk extraatje voor bij je bestelling. Bestel het erbij en je hebt een leuke extra truc. Nou, we gaan er wel weer als een raket doorheen. Ik heb hier iemand zegt tegen mij, Leon, je moet gaan beginnen met bitcoins. Oh, lijkt me niet slim. Ik heb er van alles over gehoord. Dat, ik heb er al 3. Je hebt er al 3? Ja. Ik heb ze nooit gezien, joh, bitcoins. Daarom heb ik ze ook meegenomen. Dit zijn hele mooie munten. Ik zal proberen te laten zien, mooi op de camera. Dat is half dollar formaat. Achterkant ziet eruit een printplaatje, een beetje van een... Ja, ze glimmen mooi. We hebben ze in het goud en we hebben ze ook in het zilver. Kom met een online instructie. Ik heb niet de tijd gehad om alles te bekijken, maar er worden wel mooie pan meer dingetjes op uitgelegd. Ja, de componeer zei ze, als je, dit is niet een truc die je koopt, maar het is eigenlijk een soort van beginnerscursus muntgrepen, ja, met 3 munten. Dus ja. Op het moment dat jij zegt, ik wil heel veel grepen leren en ik wil ergens... Mee beginnen en je komt ergens, maar je wil niet zeggen, hallo, ik ben goochelaar, maak ik een truc laten zien. Nee, jij kunt zeggen, heb je een soort van bitcoins? Ja. Check dit, ik heb een bitcoin. Huh? Bitcoin? Ja. Je kijkt bitcoin, bitcoin weg. Huh? Wacht, hey, bitcoin hier weer. Dus dat je eigenlijk door gesprekstof kunt starten met goochelen, zonder dat je hoeft te zeggen, ik ben goochelaar, willen jullie misschien een truc zien met mijn half dollars? Die niemand heeft gezien. Dat is eigenlijk het idee, een beetje de gedachte erachter. Ik had er niet de tijd gehad om alles te bekijken, maar het zag er in ieder geval wel goed op, de instructie uit wat je leert. Dus kost €22,95. En je krijgt dus 3 munten. Normale munten, hè? Geen verkeerde munten. En de code, maar die staat nou achter mijn duim. Ja. Dus ja, mooi gemaakt. Bitcoins van voor de mensen, wat ook fijn is om te weten, deze munten zijn magnetisch. Dus je zou ze eventueel ook kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Ja, ze zijn niet magnetisch, ze zijn van staal. Van staal, ze zijn belangrijk, maar aangetrokken door mij. Ja, het is een klein verschil, maar het is wel belangrijk om te weten. Ja. Ja. Bitcoin. Bitcoin van SenseMinds. ja. Gaan we dit proberen? Dat gaan we proberen. Erg hoor, dat hebben we niet gedaan, maar ik zal het zo meteen uitleggen wat ik bedoel. Allemaal verschillende kaarten. Jij mag met je vinger gewoon ergens een kaart aantikken. Ja. Die? Ja. Deze? Heel eerlijk. Ja. In ieder geval speel ik nog helemaal naar boven. Oké. Okay. Je hebt de kaart gekozen. Bekijk de kaart even voor jezelf. Trouwens, mag je ook mensen thuis laten zien. De camera. Ja, zeker. Ja. Leg de kaart weer op. Tussen de andere kaarten. Eerlijk. Kijk. Mooi. De kaart gaat terug in het doosje. Oké, het gaat zeker een rommeltje worden, maar dat is, gaan we kijken hoe we het gaan oplossen meteen. Ik heb hier namelijk een beetje koffie, zoals je ziet. Zie. Dat doe ik even zo op mijn hand. Nee, het wordt geen koffie zo meteen. Oh ja, koffie bekertje. Dat is misschien wel handig. Welke kaart had jij gekozen? Een harte 10. Een harte 10. Ik kan het niet heel duidelijk zien, maar ik zie het toch wel. Je ziet een hartje en een 10. Dat is sterke koffie. Ja. Kijk, dit is wat grove, koffie. Hoe fijner het product is wat je gebruikt, zeg maar als je peper gebruikt, is het ook duidelijker wat erop staat. Dus hier is het nu harte 10. En die kan je gewoon nu, ik doe het even niet boven de tafel, maar die kan je gewoon even, ik zal het zo afrijven. Kijk, nu kun je het zelfs nog beter zien, zie je? Omdat het, hij kan het er echt op wassen en dan is het helemaal weg. Nou, dit is een truc die volgens mij een jaar of 2 geleden al uitkwam. En die heette Bear. Nou, oftewel
berg. Maar als je goed kijkt, staat erbij mini. Nou, wat betekent dat? Nou, je krijgt de speciale stift waarmee je dat kunt laten plaatsvinden. Die zit hier. Even één vraag. Normaal kun je bij de toeschouwer ook doen, toch? De toeschouwer zijn hand. Ik zou niet weten hoe. Ja, beer, wat ik weet, de beer die we eerst komen, niet de mini, maar de grotere versie, kon je het overbrengen op de hand van de toeschouwer. Oh ja, dat klopt. Dat klopt. En dan, dat klopt. Sorry, ik was er van de wacht. Ja, dat kan. Ik wil niet te veel vertellen, maar ja, je kan het met deze schrift, ja, dat is waar. Kun je dus, hey, alles goed met jou, en dan kun je de truc doen, en dan staat er bij de toeschouwer dan. Dat moet ook even zijn. Totally confused. Ja, je hebt gelijk. Ik was even aan het denken, hoe kun je dat doen met hoe ik het heb gedaan. Maar dat klopt inderdaad. Het komt dat we dat lang niet meer gedaan hebben. Toen het nieuw was, volgens mij echt wel 2 jaar geleden of 3 jaar geleden. hebben we dat veel gedaan inderdaad. Maar toen deden we het ook rechtstreeks. Maar je kan inderdaad, als je even denkend aan Double Cross, voor de mensen die dit kennen. Ja. À la dat, maar dan zonder hulpmiddel. Kun je inderdaad iets op het lichaam aanbrengen van de toeschouwer. En dan kun je dit ook laten gebeuren. Ja. En je krijgt dus de speciale mini Sharpie. Er zit dezelfde hoeveelheid van het geheime iets in als in de grote versie overigens. En je krijgt dit erbij. Dit is een buisje. Kun je aan je sleutelhanger hangen. Of is er een sleutelhanger aan je sleutels hangen. Ik heb hier nu even net koffie in gedaan. Dus in principe heb je altijd iets bij je. Als er niks bij de hand is in de restaurant heb je vaak een potje peper. Of wat dan ook. Zout. Maar peper is echt veel beter nog. Doe je erop. Is heel fijn. En dan schud je het eraf. Of blaas het eraf. En dan blijft de afdruk achter. Kan het met namen, kan met kaarten, kan met getallen, wat je maar wil. Dus je krijgt het kokertje, je krijgt de stift en de geheime code voor de video. Nou, de oude versie kostte volgens mij €37,95. Uit mijn hoofd hoor, €34,95. Ja. Deze nieuwe €27,95. Toen ik de grote versie voor het eerst zag, dan dacht ik van, dat gaat niet werken en zo. Toen dacht ik, ga het gewoon proberen hier in de winkel. Dus ik heb het geprepareerd op mijn eigen hand. En heb ik hem gezegd, hé hey Leon, dan heb ik eerst wat anders laten zien. En toen had ik beer dus gedaan. En ik dacht, ik was zelf versteld, want ik had niet verwacht dat het zo goed werkte. Ja. Daarna heb ik het nog bij een andere toeschouwer gedaan. Ja. Die ook een half uur later of zo binnenkwam. Je bedoelt het overzetten van de... Het overzetten. Ja. En het werkte toen ook nog. Dus dit is echt een tof idee. Je zou ook dus aan iemand kunnen vragen, ik weet niet of ik nou te veel ga vertellen. Denk aan een persoon, je schrijft het op. Als je zelf een beetje handig bent... Ja. Zou je het dan kunnen prepareren? Je hoeft alleen maar even dit te doen, bewijzen van. Ja. En dan kun je dus de naam of initialen van iemand bij hun op de hand laten verschijnen. Ja, zover gaat het inderdaad, dat is waar. Ja, ja, ik neem aan dat bij de mini ook zo is. Ja, ja, dat maakt wel niet uit. Maar zover had ik inderdaad niet meer gedacht. Ik was even te simpel aan het denken, maar het is inderdaad uitgebreider dan ik inderdaad gedacht had. Overigens, wat we net deden, moest je een kaart forceren, moet ik erbij zeggen. Wat ik net gebruikte was een pop eyepopper deck. Als je niet weet wat een pop eyepopper deck is, dit was het. Je kan de kaartspel gewoon laten zien. Alle verschillende kaarten. En mensen mogen één kaart aanwijzen en het is altijd de kaart die jij wilt. Dus ja. Geen Svengali deck dus, maar een pop eyepopper deck. €10 kost dat. We hebben al heel wat rookapparaatjes gehad. We hadden Pure Smoke lang geleden, we hadden Vapor, we hadden Mystic Smoke, we hadden Notting, we hadden Notting 2.0. We hadden een rookapparaatje in je zak, we hadden Notting, we hadden Notting 2.0. We hebben de Smaller Smoke, ja, smoke. Dat is eigenlijk, vind ik momenteel, de beste versie met lampjes. Maar we hebben nu de Notting Plus. En de gewone Notting, hoe lekker gecompliceerd is dit, is eigenlijk al het apparaat waar we ook heel veel verkocht hebben. Het meest van alle apparaten, denk ik. En dit is de Notting Plus. Nou, wat is er plus aan? Niet dat die groter is, maar is verbeterd. Het is hetzelfde kastje eigenlijk, met een betere techniek, een sterkere accu. En er zit een speciaal plaatje op het kastje, waardoor je niet... Er zit een ventilator achter. En bij de oude versie, kon je, als je het tegen je huid klemde, kon je per ongeluk op die ventilator drukken. Nou, de ventilator is hetgeen wat de rook naar buiten blaast. Ja. Nou, hoop ik, want we hebben hem niet getest. Niet slim. Kijk, zie. En is hij nog niet bijgevuld? Hij is er niet bijgevuld, ik haal hem nu zo uit de doos. Dit is wat hij nu al rookt. Dus er zit een... dit bandje zit erbij voor om je arm. Dit wil zeggen dat je... De afstandsbediening kun je in principe om je arm doen. Of ergens anders om je lichaam. En als je dan al dit doet, zeg maar... dan rookt het al. Oplaadbaar via
USB met deze kabel. Vloeistof zit erbij. Nou, hier zit, heb ik een paar dagen geleden 1 of 2 druppels in gedaan. En we laten het regelmatig aan mensen zien hoe dat werkt. En je ziet wat voor rook er is. Je kan hem dus ergens tussen je horloge stoppen. Ergens in een kistje leggen. Want het voordeel is, je hoeft niet op een knopje te drukken. Ja. Op het apparaatje zelf. Maar je hebt afstandsbediening. Dus als je... Ja, ik heb hiervoor ik heb niks aan de kant. Maar goed. Nou, we het ook over rookapparaatjes hebben. Je had het net over de Smaller Smoke. Ja. Daar heb jij... twee programma's op, zullen we maar zeggen. Ja, daar heb je dus een vertraging erin zitten. Ja, ja. Dat heb je bij deze niet. Nee. Maar deze is dan weer kleiner. Ja, het is de kleinste die er op de markt is. Dus ik wou even het verschil een beetje uitleggen. Ja. Want dit is namelijk mijn voorkeur. Die heb je voorkeur, ja, snap ik. Ja, omdat die kleiner is. Maar als je zegt, ik wil er graag lampjes bij hebben, dan is, vind ik de Smalle Smoke dan weer een verbetering. En het mooie is, vind ik, maar dat komt dat we rechtstreeks afspraken met de fabrikanten hebben. Het is een verbeterde versie, maar de prijs blijft gelijk. Ja. Gewoon €135. Dus dat je hebt een beter apparaat voor dezelfde prijs. Ja. En met garantie als er iets is. Zo werkt het bij alles trouwens. Als je ooit bij ons iets koopt en je merkt dat iets niet goed is, meld het ons. Want we maken wel eens mee, gelukkig niet al te vaak. Iemand zegt, ja, ik heb jullie ooit een ding gekocht en ja, dat heeft eigenlijk nooit echt goed gewerkt of zo. Ja, vertel me dan zeggen we. Ja. Maar alles moet gewoon goed werken. Kijk, wij testen, zeker dit soort dingen, testen we... Heb je uitgezet? Nee. Oké. Okay. Dit soort dingen testen we zo voordat we versturen. Maar we testen niet elke pop-eye-popper deck, elke invisible deck. Ik noem maar iets gek. We hebben al eens gehoord gehad dat iemand zei, ja, maar die plakken twee kaarten aan elkaar. Maar ja, ik doe maar een nieuwe. Ik zeg, nee, als we twee kaarten aan elkaar plakken, als je die krijgt, meld het. Dan krijg je van ons meteen een nieuwe. Dan lossen we dat op. Ja. Dus als er ooit iets is, we zijn er niet moeilijk in. Wij lossen alles graag op. Dan weet je er ook in. Dus Notting Plus van Himitsu Magic, €135. Ook compleet met video-instructies. Fantastisch ding. Nou heb ik hier iets heel moois. Ja, mee eens. Ik heb hier €50 voor €29,50. Ik heb hier €2 voor €35. En ik heb hier €1 voor €32,50. En dan denk je €1 voor €32,50. Zij zijn speciale jaren waar die gedrukt zijn en zo. Ja, nee, dat heeft met iets anders te maken. Deze munten zijn magnetisch. Dus ze zijn niet van staal, ze zijn magnetisch. Ja. Dus ze blijven aan het staal zitten. Er zit echt een flinke magneet, zeg maar, ingebouwd. Dus deze kun je gebruiken voor verschillende routines. Ik wil niet te veel vertellen, maar bijvoorbeeld een magnetisch flipper. Als je die hebt, zou je deze eventueel kunnen gebruiken om voor de toeschouwers hun ogen te prepareren. Voor verschillende routines waar deze munten voor nodig zijn. Sixth Sense noemen we eventjes. Ja. Is het fantastisch voor. Ja. Hoe groter de munt, hoe sterker. Het is al heel sterk hoor. Ja. Maar de €2 waar met Sixth Sense werkt, is dit nog veel sterker. Dat merk je meteen. Houd er wel rekening mee dat je ze niet in je portemonnee doet. Ja, het kan wel in je portemonnee, maar hou er rekening mee dat je ze niet uitgeeft. Want dat is gewoon een duur grapje. Ofwel, we hebben toch genoeg. Ja. Nee, natuurlijk niet. Ja. Het is een gevaar. Ja. Want ze zien echt gewoon, ik bedoel... Laten we even zien wat idee. Iedereen weet hoe 50 cent eruit ziet, maar dit is nog niet eens €50. Je ziet er niks aan, het is echt gewoon een normale munt. Maar hij is gewoon echt gewoon, ik heb niet iets waar ik mee kan laten zien, behalve met een andere munt, maar ze zijn echt gewoon sterk magnetisch. Van ons eigen merk, dus daarom zijn de prijzen ook zeer goed. Goed verpakt. Kristallamp uit. Dat is €2. Ja, we houden ze niet allemaal voor het idee. Ik kan als je... Nou. €2.50 bijvoorbeeld. Dus dat voor allerlei doeleinden geschikt. Er zitten geen trucs bij, je krijgt enkel de munt, geen routines. Maar zo handig. Ja. Zo handig. Ja, fantastisch. En nogmaals, de prijs inderdaad, 50 cent, kost €29,50. Op dit moment dat je de update kijkt, maar het zal zo blijven, want we hebben de eigen productie. €1 kost €32,50 en €2 €35. Ja. Tada, alles opgeborgen. Heb jij nog iets of heb ik nog iets? Wat zou zeggen? Maar wie gaat eerst? Doe dan maar. Oké. Okay. Is ze zo weer? Check even dit. Ja. Check even dit. Check even dit. Dit. Nou ja, een hele
toestand, zeg maar. Yes? Ja. Oké. Okay. Wat gaan we doen? We gaan het kaartendoosje even openmaken. Nou, sorry voor het gefriemel, maar dit is echt een gepriegel. Waarom? Omdat het hele kleine kaartjes zijn. En heel dik spel ook nog. Dus ja. Best wel even... Dus mensen die moeite hebben met bridge. Kijk, moet ik maar het is even... Je wilt niet dat ik uit elkaar vlieg. Kan, dan heb je gewoon een lange truc. Ik ga zo meteen kaarten gewoon neerleggen, zeg maar. Ik zal maar op het stapeltje, kan ook zo. Zo. En jij mag eigenlijk stop zeggen als je zelf wil. Stop. Zeker? Ja. Oké, mag je de kaart even bekijken? Ja, ik zal de camera weer laten zien. Ik wil het dan niet zien. Leg hem op het stapel zo meteen als je klaar bent. Of is het dan stapel? Ja, zo naar het stapel. Ja? Hoppakee. De kaarten gaan allemaal in het doosje. Het doosje heeft een gat erin, zie je. Zo. Zo. We hebben een framepje. Dat framepje past er precies zo overheen. Zo. Dat is perfect. Kijk. Kon er wel voor gemaakt zijn, hè? Pak een mes. En dat mes gaat zo door alles heen. Tjak. Zie. Gaat er helemaal doorheen. Door het complete kaartspel. Maar let op. We halen het mes eruit. Shum. En ik was dus ook even tinten controleren. Ja, uiteraard. Je haalt het dingetje eraf. En dan komt het. Want. Maak het doosje open. Weet je elkaar nog? Ja, een 4, harte 4. Harte 4? Of harte 4, in ieder geval een rode 4. Een rode 4. Oh, ze zijn allemaal heel, zie je dat? Ja, dat is ook de truc. Ja, je hebt net een mes erdoor gedaan. Ja, maar let op. Ja, kijk. Wacht even. De mensen denken dat er heel veel kaarten met een gat in zitten. Er is één die kaart met een gat. En dat is de? Ruimte 4, dat was mijn kaart. Oh. Dit zijn echt kleine kaartjes, ik ga ze even proberen op te ruimen. Mooi. Dit is van Tenjo. En het heet... Ik ben niet kijken hoe die heet. Hij moet ook gewoon in de lijst staan. Mirakel. Mystery Blade. Je ziet het, ik was even kijk even zo weg. €22 kost dit. Is het makkelijk te vertonen? Ja, is makkelijk te vertonen. Ja. Rondom? Zou ik niet doen. Kunnen mensen mee voor de gek houden? Ja, want je hebt mij daarmee gevoeld. Ja. Ja, de eerste keer dat ik alleen liet zien. Hé? Ja, maar dat is gelukt dat wij zelf af en toe ook nog verbaasd zijn. Ja. Dat zou het zijn als wij ook al niet meer de magie konden ervaren. Hè? Ja. Helemaal compleet met alles wat je nodig hebt, inclusief. Als je nodig hebt, er zitten Japanse instructies bij. En op de Japanse instructies staat een link naar de Engelse instructies. Ja. Dus je kunt daar gewoon downloaden gratis. Mystery Blade van Tenyo Magic. Nieuwe producten 2019-2020. Ik ben er doorheen. Ik heb hier... Ik hoor dat wat vallen. Oh, dat was dat dingetje. Ik ben door al mijn spulletjes heen. Ik heb nog wel iets. Ik heb hier iets meegenomen, René. Dat is een truc dat je niet weet. Dat ziet er duur uit. Dat ziet er duur uit. Laat maar gaan, dat is ook duur. Ja. Het kost heel duur. Ik heb er twee. Mesjes. En je controleert als je zo wil. Ik heb een Leon Klok. Ja. Ik heb een assistent, vandaar deze dobbelstenen. Mag ik checken? Ja. Yep. Ver. En ik heb hier een kokertje, ik mag ook gecontroleerd worden. En alles past hier zo mooi. Het lijkt wel een altaar. Ik zal het een beetje aan de kant zetten. Maar mooi hiervan is, René, hier zit een gat in. Ik weet niet of je het net ook al gezien had. Ja. Maar hier kan ik eventueel twee, ik zal het even laten zien. Twee kubussen in doen. Kijk, en als het goed is, schuiven ze een beetje door. Ja, dat houdt even boven de mat, zodat ze kunnen zien ook wat er gebeurt. Ja. Ik zal mijn best doen, dus een van de eerste vertoningen van mij. Zo'n beetje blokje mijn vingertje erin doen. Ja. Zodat hier namelijk een balletje in past. Kunt het naar boven, kan iedereen zien. Ja. Hoppakee. Zie je nou tussen de blokjes? En het mooie is, je zit nou tussen de blokjes. En let goed op. Je kunt het nog langzamer doen, maar het is even oefenen. En het mooie hiervan is, René. Ik zal het even laten zien. Hier kun je namelijk twee mesjes doorheen. Oh, schuiven.
een mesje aan deze kant. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Ja. En een mesje. Je isoleert als het ware de blokjes niet, zeg maar. Ja. Wel even van wat je er ook nog mee kunt zien. Dat ze gewoon aan beide kanten helemaal er doorheen zitten. En als je zou willen, kun je alles in principe nu ook met handen geven. Dat was mijn fout, dus pas het zat zo, hè? Ja. Je mag dat elkaar halen? Ja, mag wat jij wil. Alles is te controleren. Ja. Dat is wel vet gaaf gemaakt, dit, hoor. Ja. Ik dacht op het begin ook, want ik had een heel mooi filmpje ervan gezien. Toen dacht ik van, hè? Heb ik een paar keer teruggekeken. En toen dacht ik, zo, dat is wel mooi gemaakt. Dit is ook echt mooi gemaakt. Zeker mooi. Want echt alles is te controleren. Zeker mooi gemaakt. Dat had ik niet gedacht, eerlijk gezegd. Maar alles is te onderzoeken. Deze hebben we op het laatste moment bijgepakt. Ja, dat betekent dat ik nu even niet meer de naam van dit ding weet. Weet jij wel nog? Magic Wagon. Ja, Magic Wagon is een producent. Het kost €325, weet ik ook, maar de naam is even ontschoten. Dus die staat hier onder in beeld. Excuus. Ja. We wilden even toch maar laten zien. We hebben een lijstje hier voor ons staan wat we laten zien. Deze staat er niet op. Je had het liefst nog meer tijd gehad voor het oefenen. Ja, dat is wel mooi. Het ging wel oké, hoor. Maar hoe vaker je hem doet, hoe mooier en soepeler. Cleaner en hoe soepeler. Want nu zijn we wel blij dat het goed gaat, maar je kan alle subtiliteit natuurlijk proeven. Maar het is schitterend mooi gemaakt. Allemaal handwerk. Het is niet in een mal geperst en klaar. Het is allemaal handwerk. Ja. Echt heel mooi. Er zijn er 100 van gemaakt wereldwijd. Op is op. Dus als je nu zegt, ja, ik koop hem wel een keer. Niet doen, ik koop hem nu. Ja. Want echt, er zijn dingen die ik zelf ook ooit verkocht heb. Dat ik dacht, die verkoop ik aan de winkel. Dan koop ik mezelf wel een nieuwe. Ja. Die zijn er niet meer. En je kan ze wel terugvinden nog ergens. Misschien gebruikt. Nee, gebruikt. Die dingen stijgen alleen maar in waarde. En die houden hun waarde minimaal. Dus dan heb je gewoon pech. Ja, ik weet niet hoe die heet, maar nogmaals, het heeft in beeld gestaan. €325, schitterend mooi gemaakt. Ja. Dat is echt een collectors dingetje. Als je een vitrine hebt en je hebt nog een plekje over. Dat. Dan was er nog een ding wat we heel graag wilden laten zien. En dat is er niet. Mental Dice. Ja, heel mooi. Heel mooi. Niet normaal. Vind ik. We hebben ze gelukkig wel even gezien. Ja, we hebben ze wel gezien. Dat was het, want we hebben ze online gezet en ze waren binnen een paar uur. Ik zou het uitleggen. Wij krijgen dan een mail van onze leverancier en die zegt, in dit geval was het anders. In dit geval was het, hey, er is een nieuw product. Mental Dice. En dan kijk ik het filmpje, ik denk, wat? Vet. Doe er maar een flink aantal. Ja. Ik heb het online gezet ook, diezelfde dag. En dan moet ik niet liegen, dat was volgens mij om 4 uur of zo. En s'avonds om 7 uur heb ik erbij moeten zetten, helaas, alles wat we gaan krijgen is al uitverkocht. Ja. Ik heb de leverancier benaderd en die zei, sorry, we hebben niks meer. Even voor het idee, ze hadden 800 stuks. Dus wereldwijd, alles weg. Ja. Dus die zijn allemaal verkocht. Nou, wij verwachten deze maand nog een levering. En we hebben ook wel mensen, flink wat mensen staan die er al eentje gereserveerd hebben. Wat is het? Het zijn 3 dobbelstenen. Die mogen mensen gewoon rollen of neerleggen of wat dan ook. Sterker nog, je kan 3 toeschouwers uitnodigen. Je hebt 3 dobbelstenen, blauw, wit en rood. En je zegt tegen, terwijl je niet kijkt, tegen toeschouwer 1, pak een dobbelsteen in je hand. Oké, okay. Toeschouwer 2, pak een dobbelsteen. Toeschouwer 3, pak een dobbelsteen. Dus je weet niet wie welke dobbelsteen heeft. Dan zeg je tegen toeschouwer 1, oké, okay. Bekijk je dobbelsteen of leg je dobbelsteen met een bepaald aantal ogen naar boven wat je zelf wil. Toeschouwer 2 ook, toeschouwer 3 ook. En dan zeg je, oké, toeschouwer 1, laat maar raden, jij had de blauwe dobbelsteen. Toeschouwer 2, je had de rode dobbelsteen. Toeschouwer 1, je had de witte dobbelsteen. Wacht even, toeschouwer 1 met de blauwe dobbelsteen, je had 5 boven liggen. Toeschouwer 2, je hebt 3 boven liggen. Toeschouwer 3, je hebt 2 boven liggen. Je weet het exact. En het is de, ook qua prijs gezien, €319,95. Heel sterk. Prijstechnisch, een van de beste versies die ik ooit heb gezien. We hadden ooit de Triple Mental Dice van Marc Antoine. Ook fantastisch gemaakt. Het nadeel daarvan was dat de dobbelstenen na 2 jaar, die accu's leeg gaan. Moet je ze opsturen en nieuwe dobbelstenen kopen. Deze kun je opladen. Voor de geïnteresseerden, we krijgen ook, die komt niet online te staan, een professionele uitvoering van hetzelfde effect wat ik net vertelde. Ja. Die komt hier ook binnen. Neem contact met ons op, krijgen we beperkt. Dat is de 10.0 van wat we van de Mental Dice. Die krijgen we enkel en drievoudig. Dus als je daar interesse in hebt, vraag ons. We kunnen je de foto's en zo sturen, maar ze komen niet online. Kunnen we wat meer vertellen? Waarover?
Over of Ja, de enkelvoudige werken. Trilling? Met een trilling weet je exact alles. En de drievoudige werken met een optisch signaal. Dus je ziet gewoon ergens exact alles. De kleuren en wat er boven ligt. En echt fantastisch gemaakt. We willen niet helemaal verklappen. Ja. Check de trailers, maar als je online gaat zoeken, vind je er van alles over. Ook reviews, hele goede reviews die alles uit de doeken doen. Doen wij hier niet. Vinden we zonde. Als je interesse hebt, laat ons super snel weten. Maar waarschijnlijk kom je weer in de wachtrij voor de volgende levering. En ik weet niet wanneer dat is. Maar ik ga ervan uit dat, dat de volgende partij ook bij ons leverancier super snel weg zal zijn. Dus Mental Dice, check het even. Dan zijn we door alles heen. Ja. En dan denk ik dat we alleen maar kunnen zeggen, ben heel voorzichtig met vuurwerk. Ja, of heb je nog wel een reserveduimen liggen? Ja, die hebben we ook, ja. Maar die kun je dan nergens meer opzetten, dan moet je een plakband aan de restmast maken. Wat een opmerking. Ja, oké. Okay. Ja, ben voorzichtig met vuurwerk. Ja, je kunt het beter hier besteden dan vuurwerk, want vuurwerk is aanzeker en dus werk. En hier kun je wat moois van halen, moneymaker, en dan kun je daar weer geld mee maken wat je ook weer uit kan nemen. Hele fijne kerstdagen met je ook je familie. Geniet ervan. En wij zijn er weer met de volgende update in januari. Wie weet, ja, ik zal nog even zeggen, toch, we kunnen het afsluiten, maar we zeggen toch nog eventjes. We zijn in principe vanaf maandag de 23e zijn we dicht. De 27e en 28e, vrijdag, zaterdag zijn we open. En daarna zijn we weer open vanaf 2 januari. Dus 31 december zijn we dicht, 1 januari zijn we ook dicht. Dus dan weet je het eventjes. Oh, onze website in de gaten, want er komen nog hele coole dingen aan. Ja. Dus, we versturen nog wel orders op maandag of dinsdag. Komende maandag of dinsdag zorgen we dat alles nog weggaat wat in het weekend besteld wordt. Maar ga er niet van uit dat je het nog voor de kerst hebt, want dat kunnen we niet garanderen. Ja. Het ligt meer bij de post dan bij ons. Dus alles wat je nog bestelt, ja, tot en met, zou zeggen, 28 december, 27 december, dat gaat nog op dit jaar weg. En al het andere gaat pas volgend jaar weg. Volgend jaar, 2020. Dat klinkt heel veel. 2 januari, dat klinkt heel veel weg. Maar het is, als ik zie hoe snel dit jaar gegaan is, bizar. Dan, dat is. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor dit jaar. Hopelijk zien we jullie ook allemaal weer volgend jaar. Ja. En fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. De groetjes, mensen. Hoi. Tot ziens. Dag.